klaar voor de grondoefening is de Spaanse Lidia Castillejos. Die vertrekt met 8.65. Salto 1 voet en dan die dubbele salto na die ronde op flikvlak. Heel mooi. Dan komt de tweede tumblingreeks. U kent ondertussen al het klassieke patroon bijna. Die dubbele salto met een sprongetje naar achter. En het zijn vaak de meest inventieve coaches en turnsters die proberen dat klassiek patroon te doorprikken. Door andere bewegingsvormen en andere bewegingsrichtingen vooral in te bouwen in de oefening. Ja, dit nog even onderbreken om de sfeer van de competitie niet kwijt te spelen. Jan, de Tsjechische Polokova, die zijn we kwijt voor het Europees kampioenschap. Is daar net op haar achterwerk terechtgekomen bij de tweede sprong. En ook voor de eerste kreeg ze slechts een 9, nog minder dan in zijn volk. Dus Polokova is uitgeteld voor de medaille. Dubbel geschroefde salto. En dan het einde. Een bijzonder verdienstelijke oefening voor dit Spaans.